Als een nieuw boekjaar is begonnen, dan zult u het afgelopen boekjaar moeten afsluiten. Dit doet u als alle bank- en kasmutaties zijn verwerkt, alle facturen zijn geboekt en de btw-aangifte van de laatste aangifteperiode is berekend. Met een btw-boeking in het dagboek Memoriaal boekt u het saldo van alle btw-rekeningen over op een balansrekening. Die wordt bij de jaarafsluiting dan weer overgenomen in de beginbalans. De saldi van de btw-rekeningen vindt u via het tabblad Boekhouden en de knop Kolommenbalans. U vindt de optie Alleen rekeningen met saldo en de optie Subtotalen aan voor een beter overzicht. Daarna drukt u de kolommenbalans af. In het standaard rekeningsschema van Snelstart hebben de btw-rekeningen altijd een 1600-nummer. De saldi die erachter staan verwerkt u straks in de btw-boeking. Met de knop Boekhouden gaat u naar het boekhoudvenster. U selecteert het dagboek Memoriaal en klikt op de knop Nieuw om een nieuwe boeking te maken. Als boekingsdatum vult u de laatste dag van het boekjaar in. Het veld Boekstuk is optioneel en vult u alleen in als u boekstuknummers gebruikt. In het veld Omschrijving vult u een duidelijke omschrijving van de boeking in. Voor elke btw-rekening met een saldo maakt u een eigen boekingsregel aan. In de kolom Grootboekrekening zet u het nummer van de btw-rekening en het saldo zet u erachter. Een saldo uit de kolom Credit op de kolommenbalans zet u in de kolom Debet in de boekingsregel en omgekeerd zet u een saldo uit de kolom Debet op de kolommenbalans in de kolom Credit in de boekingsregel. Het saldo dat rechtsonder in het scherm is ontstaan bij het boeken wordt met een laatste boekingsregel overgeboekt op een balansrekening 1625 BTW vorige jaren. Is het saldo rechtsonderin positief, dan plaatst u het bedrag in de kolom Credit. Is het bedrag negatief, dan zet u het in de kolom Debet. Na het maken van de laatste boekingsregel is het saldo rechtsonderin 0 euro. De boeking is in balans en u bewaart hem met de knop Opslaan. Alle btw-rekeningen die staan nu weer op 0 en het resterende saldo is op de balansrekening 1625 btw vorige jaren geboekt. U gaat nu verder met stap 2, de resultaatboeking.